Goedendag, goedenavond iedereen. Dames en heren, ik open de vergadering. En u ziet daar een lege stoel. En dat is wethouder Agricola. Dat is in ieder geval de stoel van wethouder Agricola, laat ik het zo zeggen. En nou, die heeft afscheid van ons genomen afgelopen vrijdag. Hij is wel nog een functie. Dus als het echt noodzakelijk is in termen van crisis, dan zou die kunnen komen opdraven. Maar laten we hem niet in de verleiding brengen, laat ik het zo zeggen. Nogmaals welkom allemaal. We hebben heel veel akkoordstukken. En daar wil ik zo snel mogelijk naartoe. Maar allereerst agenda. Spreekrecht burgers is er niet. Vragenronde. Er zijn geen vragen ontvangen. Vaststellingen van de agenda. Geen opmerkingen, denk ik. En dan ben ik agenda punt 1, 2, 3 en 4 doorheen. En dan ga ik nu naar de akkoordstukken. En dat wordt echt een oefening in voorlezen, ben ik bang. Want het zijn nogal wat. Ik begin met agenda punt 5. Garantstelling Dalfsen stroomt. En het voorstel is in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college een gemeentegarantie te verstrekken aan Dalfsen stroomt voor 80% van de externe financiering, zijnde maximaal 336.000 euro. Wie is daarvoor? Kijk even rond. Dat is iedereen. Algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 6. Appartementen voormalig postkantoor Bloemendalstraat 16. Het voorstel is vast te stellen de stedenbouwkundige invulling en de nadere onderbouwing hiervan. En een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven. En deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenking aan te merken als tijdens de procedure geen zienswijze worden ingediend. En wie gaat ermee akkoord? Ik kijk even rond. Dat is met algemene stemmen. En dan is ook die aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 8. Gemeentelijk 7, neem me niet kwalijk. Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Sloop voor kansen. Het voorstel is vast te stellen 1. De beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, versie november 2017. 2. Deze beleidsregels in werking te laten treden daags na publicatie. En 3. De beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen, zoals vastgesteld op 26 mei 2014 en gewijzigd op 15 december 2015, te laten vervallen. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dan doet u ook wel met algemene stemmen. En dan is ook die aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 8, het gemeentelijk rioleringsplan. En het voorstel is vast te stellen het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020. En wie van u gaat daarmee akkoord? Dan doet u wederom allemaal met algemene stemmen vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 9, verlenging en wijziging van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie jeugdzorg. En het voorstel is het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie jeugdzorg IJsseland, overeenkomstig het bijgevoegde besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. En wie van u is daarmee akkoord? Dat bent u met algemene stemmen. Dan ga ik even een kleine pauze inlassen. Voor degene op de publieke tribune of die thuis nu allemaal luisteren, die denken allemaal, wat is dit voor een poppenkast? Want die burgemeester zit hier een beetje in zijn eentje die vergadering te doen en die leest het allemaal voor en dan kijkt hij rond en dan zegt hij akkoord. Nou, even twee opmerkingen erover. De eerste is, daar is natuurlijk al uitgebreid over gediscussieerd in eerdere vergaderingen. En het tweede punt is, dit moeten wij doen. Dit moet op band worden vastgelegd. Dus het te nemen besluit, en daar mag straks geen misverstand over bestaan. Dus ik lees dat allemaal voor omdat ik dat moet en niet omdat ik dat leuk vind. Dat wou ik even gezegd hebben. Dan ga ik nu naar het volgende agenda. Daarom doe ik het ook zo snel. Dan ga ik naar het volgende agenda, punt 10. Voorbereiding vangnetuitkering 2017. Hier moet ik even opmerken dat wethouder Van Leeuwen heeft toegezegd inzicht te geven in de bedragen waar het om gaat. En die informatie is ook op het RIS geplaatst over 2016 en over 2017 volgt dat in december. Dan kan ook niet eerder is die informatie beschikbaar. Nou, dus het blijft wat ons betreft in onze ogen van de griffier aan mij een akkoordstuk. En dan ga ik naar agenda punt 10, voorbereiding vangnetuitkering 2017. Het voorstel is kennis te nemen van het voornemen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017. En 2, in te stemmen met de notitie vangnetuitkering 2017. Waarin het proces van de aanvraag wordt geschetst in de maatregelen staan vermeld waarmee het college beoogt het tekort op het buigbudget terug te dringen. Wie van u is daarmee akkoord? Allemaal, algemene stemmen, aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 11. Beleidsplan en inspraak. Iedereen doet mee.
van 0 tot 18, iedereen doet mee. En het voorstel is om de inspraaknotitie vast te stellen. En twee, het beleidsplan 0 tot 18, iedereen doet mee, vast te stellen met als besluitpunten A. De kleinsmaatmiddelen, 70.000 euro, samen met gemeentelijk budget, 60.000 euro, in te zetten voor hetgeen beschreven staat in het beleidsplan. En jaarlijks maximaal een bedrag van 130.000 euro beschikbaar te stellen om armoede bij kinderen en jongeren tegen te gaan. B. Een eenduidige leeftijdsgrens van 0 tot 18 jaar stellen met als randvoorwaarde onderwijs volgende jongeren. C. Het verhogen van de inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm naar 120% van het netto besteedbaar inkomen en bij de vermogenstoets het onroerend goed niet mee te nemen. D. Voorzieningen in natura als uitgangspunt. En 3. Het college opdracht te geven de kaders zoals genoemd in de beleidsplan nader uit te werken in een beleidsregel. Wie van u gaat er mee akkoord? Voorzitter. Neem me niet kwalijk. Meneer. Ik herinner me, dat was afgesproken in de commissie, dat als die 130.000 niet voldoende zou zijn, dat we dan terug zouden gaan naar de raad in plaats van te zeggen dat het afgekeurd is. Is hier sprake van een toezegging? Ik wil hem niet in de besluitregel hebben, voor alle duidelijkheid. Maar de vraag is of u hier een toezegging terughaalt die gedaan is. Ik kijk naar de wethouder. Het is echt een ja of nee vraag. Ik heb hem de commissievergadering zo verstaan dat wij hem, als we tekort komen, dat ik de raad ga informeren dat we tekort komen. En dan is het aan de raad vrij om te agenderen. Ja. Zo staat hij ook in de toezeggingen. Zo staat hij ook in de toezegging. Hij komt niet in de besluitregel. En ik ga het niet nog een keer voorlezen. Dus u heeft mij gehoord. Blijf staan zoals het is. Wie van u gaat daarmee akkoord? Doet u allemaal? Is die met algemene stemmen aangenomen. Dan op 12. Centrumvisie Dorp aan de Vecht. De definitieve centrumvisie naar verwerking van alle opmerkingen is nu bij de stukken geplaatst. En dit is geen nieuwe informatie. Dus het blijft wat ons betreft een akkoordstuk. Maar zo kan nu iedereen gewoon goed zien wat het definitieve stuk is. Dat is de achterliggende gedachte. Ja, mag ik hem in de besluitvorming brengen? Agenda punt 12, Centrumvisie Dorp aan de Vecht. Het voorstel is in te stemmen met de noten van zienswijze en wijzigingen. En tweede, Centrumvisie Dorp aan de Vecht gewijzigd vast te stellen. Wie van u gaat daarmee akkoord? U allemaal? Met algemene stemmen aangenomen. En dan kom ik bij de bespreekstukken. En het eerste bespreekstuk, dat is een heel interessant bespreekstuk. Dat gaat om de stedenbouwkundige invulling van de locatie Pignel. Met allemaal complexe doelstellingen en belangen. Wat van belang is, is dat dat u weet dat ik overleg gehad heb met de heer Royakkers over zijn positie als voorzitter van de Raad van Toezicht van Rozengaarde, die weliswaar niet rechtstreeks, maar toch wel indirect betrokken is bij de invulling van Pignel, omdat Rozengaarde de verhuurder is. En hij onthoudt zich van de beraadslagingen, maar stemt wel mee. U weet hoe ik daarover denk. Ik vind dat als het even kan, er gestemd moet worden. En naar mijn mening, ik kan niet bedenken hoe de heer Royakkers persoonlijk voordeel zou kunnen hebben van de uitkomst van deze stemming. En dat is voor mij altijd het criterium. En gelukkig heeft hij mijn advies opgevolgd. Of zal hij het opvolgen? Nee, u hoeft de vergadering niet te verlaten. U moet gewoon uw mond houden, meneer Royakkers. Het is moeilijk. En u kennende is dat moeilijk genoeg voor u. Ik heb het onderwerp overgenomen van wethouder Agricola, omdat we het echt niet fijn vonden om hem terug te laten komen nadat afgelopen vrijdag zo uitgebreid afscheid van hem is genomen. Dus ik ga dit onderwerp verder namens hem behandelen. Ik hoop dat ik daarbij ondersteund word door mijn collega wethouders als dat nodig is. Maar gezien de complexiteit van het onderwerp leek het ons wel verstandig om de plaatsvervangend voorzitter van de raad, meneer Nijkamp, te verzoeken om dit onderdeel dan van de agenda ook voor te zitten. Dus meneer Nijkamp, mag ik u uitnodigen? Ik schors de vergadering voor een enkele seconde. Zo, daar gaat hij. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik ben terug op mijn lievelingsplekje. En ik ga naar agenda punt 14, opheffing. De carousel. Voorstel komt rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf. Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio heeft besloten de carousel per 1 augustus 2018 op te heffen. En de raad kan besluiten over te gaan tot instandhouding van deze school in eigen beheer. Nou, het college stelt u voor om dat niet te doen. Maar het is wel een mogelijkheid die u hebt en die willen we u hier aanbieden. Bespreking 2 ronden. Eventuele vragen. Eerst en daarna een opinierende ronde. Wie heeft behoefte aan vragen?
Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben als VVD gesproken met ouders en de MR, onder andere van de Bond te Steggen. En hieruit leiden we af dat er verschillende interpretaties zijn over het verlopen fusietraject. De stelling in de brief van de OOZ dat de MR van de Bond te Steggen de stekker uit het fusietraject heeft getrokken, is wat hun betreft feitelijk onjuist. Onze vraag is waarom het fusietraject fout is gelopen. Dat is een vraag die misschien meer onderzoek nodig heeft en nu even niet beantwoord kan worden. Dat begrijpen we. Maar onze vraag is, wat gaat de wethouder nu doen? En in aanvulling op de vorige vraag, vindt u niet dat we als gemeente hier misschien veel te ver vandaan zijn geweest, veel te ver af hebben gestaan? Tot zover. Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Lasje. Mijn verzoek, mevrouw Lasje, en ik kijk nu naar u, maar ik zeg eigenlijk iets tegen de heer Veldhuis. Mijn verzoek is om wel bij het agendapunt te blijven. Want het besluit om die school te sluiten is niet ons besluit. De fusiegesprekken zijn niet door ons geleid. We hebben die ook niet begeleid. En we zijn er ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor. Dus het wordt heel ingewikkeld als u de wethouder bevraagt op onderwerpen waar hij geen enkele rol of functie in heeft. Hij is er wel over geïnformeerd. En hij zal u ongetwijfeld, omdat hij beleefd is, daar enigszins proberen in tegemoet te komen. Maar breng hem niet op een terrein waar hij gewoon niet thuis hoort. Mevrouw Lasje. Dank u, voorzitter. Volgens mij is dit een vraag die wel bij de wethouder thuis is, maar anders hoor ik het wel van hem. Het is een beetje de aanleiding van dit punt. Of we hebben natuurlijk meerdere kernen met wat kleinere scholen. En mijn vraag aan de wethouder is of hij als wethouder daar voldoende oog op heeft. Of er meer van de scholen zijn die in de gevarenzone zitten. Dat is eigenlijk mijn vraag. Dank u wel. Ik ben het met u eens. U hoort wel bij de wethouder thuis. Anderen nog? Meneer Wildvang. Ja, op het gevaar af dat ik dezelfde correctie van u krijg dan meneer Wilders net, wil ik toch wel op die vraag aansluiten. Niet zozeer dat ik de wethouder wil aanspreken op de fusie, want ik snap heel goed dat dat niet iets is wat in zijn portefeuille valt. Maar ik zou toch wel heel graag van hem willen horen dat hij met OOZ hierover het gesprek is aangaat en ons wellicht daarover informeert. Want ons gevoel is wel dat die fusie, die mislukte fusie, hier een onderliggende reden vormt. En ik zou graag van hem willen horen of hij bereid is om dat eens met OOZ te bespreken en ons daarover te informeren. Anderen nog? Heb ik het allemaal opgehaald? Meneer Rooijakkers, u mag eindelijk weer. Ja, dankjewel. Ik heb eigenlijk de vraag waarom de Raad nu deze vraag krijgt of dat wij een school in stand willen houden zonder leerlingen. Is daar een formele reden voor? Meneer Uitslag, misschien is die laatste vraag wel goed om mee te beginnen. Zal ik dan, ja, precies. Ik denk best het makkelijkste. Maar domweg omdat het inderdaad een formele regel is. De wetgever heeft ons dat bepaald. En er staat ook in het stuk dat als er binnen de straal 10 kilometer school is, dan hoeft er niet. Maar er moet er eentje zijn binnen de straal van 10 kilometer. Nou, nu wordt voorgelegd om dat te toetsen. En we hebben de meetlat erbij gegeven. 1,7 kilometer staat de Bond te Steggen. Nou, dus dat is het makkelijke antwoord. Zijn er meer kleinere scholen in onze gemeente? Jazeker. Zijn er meer kleinere openbare scholen? Want daar gaat het eigenlijk dit vraagstuk over. Een stuk minder. Niet of nauwelijks. Je kunt jezelf afvragen wanneer een school een kleine school is. Want Bond te Steggen heeft ook op dit moment niet zo heel veel leerlingen. Maar er is u vast een overzicht te geven waar het aantal leerlingen per school staat. Peildatum 1 oktober, dat is de laatste peildatum. Dus zodra die gegevens bij ons bekend zijn, kunnen u wel toekomen en heeft u een prachtig overzicht. En voor wat betreft de vraag van eigenlijk zowel de PvdA als de VVD. Ja, ik denk niet dat dit het juiste moment is om terug te kijken over het hele fusietraject. Ik snap de gedachte. En of de ene partij het anders interpreteert dan de andere partij. En of dat juist is of niet. Eigenlijk vind ik dat een discussie waar het goed over spreken is. Alleen niet in deze setting. Niet bij dit agendapunt. Misschien wel. Ik heb afgelopen weken nog met de nieuwe directeur van de Bond te Steggen gesproken. En ik heb daar, ik heb vorige keer gezegd dat ik vertrouwen heb dat ze er alles aan doen. Ik heb na vrijdag nog meer positief gevoel dat er een nieuwe wind gaat waaien en dat we weer
ook de Bondsteg een serieuze school wordt, waar dus ouders echt serieus voor kunnen kiezen. Nu zie je dat, dat ze voor andere scholen gekozen hebben. Ook de partijen, de mensen die bij de carousel zaten, die zijn naar andere scholen gegaan. Dat is een teken aan de wand. Daar hebben ze ook opgepakt. Er zit ook een externe nieuwe directeur op. En die, die borrelde van de energie en van de strijdlust, zou ik bijna zeggen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het ook goed gaat komen. Tweede ronde. Ik zie de heer Veldhuis aan de microfoon. Ja, ik wil graag. Ik heb nog wel even een verduidelijkend. Hoe zeg je dat? Een verduidelijke inbreng dan even. Kijk, ik snap dat het misschien niet een onderwerp is dat bij dit onderwerp thuis hoort. Maar dus in de stukken die ons toegestuurd zijn, staan wel zaken in benoemd. Zoals dat de stekker uit het fusietraject getrokken is door de Bond te steggen. Dan denk ik dat het goed is dat we hierop reageren. Dat we hier ook op kunnen reageren. Dus wat dat betreft vind ik dat wel een lastige. En ik snap heel goed wat u zegt. En ik begrijp ook heel goed wat de wethouder erin als antwoord geeft. Maar ja, vandaar dat we toch wel daaraan naar moeten kijken, denk ik. En ik denk ook dat we moeten kijken van in hoeverre zijn wij nu hier niet te ver van dit soort trajecten af. Want we hebben als gemeente geven wij dit af aan OOZ. Hè. Die moeten dit voor ons regelen, om het maar even heel kort te zeggen. Nou, daar gebeuren nu dingen, dus dan heb ik zoiets van, dan moet je daar wel vragen over te kunnen stellen. Dus vandaar. Zal ik meteen doorgaan met de opinie? Misschien goed dat we dit toch even uitvechten met elkaar. Ja. Het openbaar onderwijs Zwolle is een zelfstandig orgaan. En het is heel ingewikkeld op het moment dat wij ons gaan inmengen in de vraag wie binnen dat zelfstandig orgaan, welke medezeggenschap, raad of wat dan ook, gelijk heeft in onderlinge conflicten waarvan overduidelijk sprake is. Dan gaan we als gemeente ons bemoeien met wat er in andere organisaties gebeurt. En ik denk dat we dan echt ver afkomen van waar onze verantwoordelijkheid ligt, met alle risico's ook van dien als je partij kiest of uitspraken doet. Dat is een andere vraag dan de vraag van de heer Wildvank, maar ik geloof ook de vraag van mevrouw Lasje, of wij ons zorgen maken over de aanwezigheid en beschikbaarheid van voldoende openbaar onderwijs van voldoende kwaliteit in onze gemeente. Maar daar ligt onze verantwoordelijkheid wel. En die raakt ook exact het agendapunt. Namelijk, als je vindt dat er onvoldoende onderwijs is, openbaar onderwijs, dan zou je kunnen beslissen als gemeente om de school zelf in stand te houden. En dus het enige is waar ik echt voor wil waarschuwen in dit soort discussies, pas op dat je je niet gaat mengen, wat ik bijna zou kunnen zeggen, in het troebele water van andere organisaties. Want dat kun je gewoon niet goed doen. Dat was mijn zorg. Maar goed, dat even als reactie op uw reactie op mijn reactie. En nu mag u uw opinie geven. Dank u, voorzitter. Blij dat dat kan. Ja, we hebben hier op zich niet zoveel over te vinden, aangezien het aantal leerlingen op dit moment nul is. Dus de school gaat jammer genoeg dicht. En het openbaar onderwijs loopt weliswaar geen gevaar in Dalfsen. Maar er blijft nog één openbare school over. En voor ons blijft wel de vraag erachter staan van in hoeverre zitten we hier nou niet te ver vanaf. Maar goed, we zullen verder wel instemmen met het voorstel, want ja, dat is duidelijk. Dankjewel. Zullen we gewoon het rondje afmaken? Mag dat? Meneer Royakker. Ik kan meteen ja zeggen tegen de vraag, want het is een formele vraag. Wel, meneer Wildvank. Ja, ik ga er iets meer over zeggen. We hebben de afgelopen keer ook al iets meer over gezegd. En dat ga ik hier niet herhalen, want dat zou ook een beetje flauw worden. Dus dat doe ik niet. Maar ik ga wel een paar stellingen innemen. En de eerste is dat we echt van mening zijn dat het orgaan OOZ hier heeft verzaakt. Heeft gewoon te weinig en te laat opgetreden. En dat is misschien allemaal goed verklaarbaar, maar het is uiteindelijk gewoon het verzaken van een organisatie. De stelling is ook dat we blijvend van mening verschillen met de wethouder over de reikwijdte en de verantwoordelijkheid van de gemeente in dit verband. We vinden echt dat de gemeente, de wethouder, dat contact met OOZ moet intensiveren. Een goede directeur is mooi hoor, daar zijn we erg blij mee, maar daar ging dit niet over. Dat we overigens van uitgaan dat het wethouder op dit aspect wel de continuïteit van de onderwijsvoorziening in het oog houdt en het overleg daarover blijft voeren met OOZ, daar zijn we wel van overtuigd. We hebben zijn antwoord op mijn vraag net van gaat u dat overleg wellicht vormgeven? Daar hebben we maar even nee geduid, dat vind ik erg jammer.
En een school met nul leerlingen in stand houden is natuurlijk onzin. Dus hoewel ik er erg op tegen ben dat die school dichtgaat, voel ik me ook moreel niet vrij om te zeggen ik stem tegen. Want het is natuurlijk echt onzin om een school met nul kinderen in stand te houden. Dus we stemmen in met het voorstel, al is het met pijn in het hart. Meneer Koetsier, heb ik dat goed? Ja, dank u voorzitter. Ja, ik hou het kort. Wij vinden het een helder en duidelijk voorstel, dus wij stemmen in. En dan kijk ik even naar de fractie van Gemeenteland. Mevrouw Snijder. Dank u wel, voorzitter. Ja, de stichting heeft besloten om de school op te heffen. En niet zomaar, maar omdat er geen leerlingen meer zijn. Natuurlijk is dat ontzettend jammer, maar als fractie zien wij geen reden voor instandhouding. En met name omdat het dan onder verantwoordelijkheid van de gemeente zal komen te vallen. Omdat er binnen de kern al een openbare, of nog een openbare school aanwezig is. En de gebouwen van de carousel op deze manier een andere bestemming kunnen krijgen. En wij hopen dan ook dat het college zich in zal zetten om daar een goede bestemming voor te vinden. En misschien kan de wethouder daar al wat over zeggen. Wij zijn het dus eens met het voorstel. Mevrouw Lasje, Christine. Ja, dank u voorzitter. Zoals de voorzitter al eventjes concludeerde, was mijn vraag inderdaad gebaseerd op de zorg voor bereikbaar onderwijs. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. En dat was ook de achtergrond van mijn vraag. Maar zijn er meer kleine scholen die bedreigd worden? En misschien is dat niet zo gebruikelijk, maar de toezegging van de wethouder om die cijfers te geven, dat hoeft wat mij betreft eigenlijk niet. Het gaat erom dat de wethouder zelf die cijfers heeft. En dat hij zelf in de gaten houdt van, nee, wanneer komt er een moment dat ik misschien eens in gesprek moet gaan. Dus, die cijfers hoef ik niet zo nodig te hebben. Maar zoals ik al gezegd heb, het gaat dus om die zorg. We zijn blij dat er op een hele kleine afstand van deze school een andere school is, zodat de leerlingen daar naartoe kunnen, zodat ze ook niet zo heel ver hoeven te reizen. Dus dat is best wel een mooie bijkomstigheid hier. En dat gezegd hebbende, stemmen wij in met dit voorstel. Dank u wel. Wethouder, uitslag, nog behoefte? Ja, als het mag, voorzitter. Ik heb net een redelijk technisch antwoord gegeven. Waar ik met me zo zou kunnen uitgelegd worden alsof het mij niet aan het hart gaat dat deze school dicht gaat. En dan doet het wel degelijk. Elke school die dichtgaat, openbaar, christelijk, katholiek, zo christelijk, welke soort ook, is vervelend. En daar kun je van alles van vinden, daar kun je heel mooie termen bij gebruiken. Dit is niet een voorstel wat ik met plezier heb ingebracht. Voor alle duidelijkheid. Heb u willen antwoorden, meneer Wildvank, dat ik natuurlijk in contact blijf met openbaar onderwijs. Primair via de directeur, maar daar waar de zorgen zijn over dat er niet voldoende is, treed ik natuurlijk in contact met het Raad van Toezicht. Want ik denk dat een warme relatie een betere is dan een formele relatie. En voor wat betreft het punt van de cijfers, het aanbod was er, blij dat je hoeft te leveren. Maar natuurlijk houd ik het in de gaten. Daar zeg ik wel bij dat alleen het openbaar onderwijs voor ons iets is waar wij wat over acteren, actief. Natuurlijk hebben we over anderen ook wel gesprekken, maar dan zijn we een stuk minder vrij in handen. En voor wat betreft de nieuwe bestemming van de carousel, ik snap uw nieuwsgierigheid, is die ook die van mij? We zijn ermee bezig, alleen op dit moment kan ik daar niet in de openbaarheid waarover zeggen, in het kader van de broedende kip. Maar als ik daar wat meer over kan vertellen, dan zult u dat horen van mij. En ik ga niet kakelen. Oké. Aparte formulering. Dan hebben we het volgens mij voldoende aan de orde gehad, of niet? Mag ik een stemming brengen? Ja, mag dat? Agenda punt 14, opheffing openbare basisschool de carousel. Het voorstel is om de openbare basisschool de carousel niet in stand te houden. U gaat daarmee akkoord? Allemaal met algemene stemmen. En dan ga ik naar het formeel punt. En dat is de benoeming plaatsvervangend stadsbouwmeester. Daarachter staat de naam van wethouder Agricola. Maar ik vervang ook dit punt, hem ook op dit punt. Ik zou het fijn vinden als u daar niet al te zeer een inhoudelijke discussie over zou willen voeren. En dan kom ik er namelijk genadig af. En dat vind ik dat ik wel verdiend heb gezien mijn inbreng tot nu toe. Formeel punt.
De gemeenteraad heeft op 24 november besloten om de welstandsadvisering uit te laten voeren door een plaatsvervangende stadsbouwmeter en plaatsvervangende stadsbouwmeter. De benoeming vindt conform de woningwet plaats voor een nieuwe periode van 3 jaar. De cv's en curriculum vitae staan vertrouwelijk bij de stukken. De bespreking in 2 ronden. Eventuele vragen eerst. Mag het dus overslaan. Daarna een opinierende ronde. Maar, nu komt het. Voor het tellen van de stemmen is een stemcommissie nodig. Nu is het zo dat we aankomende donderdag ook weer moeten stemmen. Als ik het goed heb, 2 keer. Want dan moeten de geloofsbrief van de nieuwe wethouder en het nieuwe raadslid worden onderzocht. En wij vinden het efficiënt om 1 commissie nu te benoemen die dat ook voor donderdag doet. En ik denk dat u dat met me eens bent. En ik stel daarom de raad voor om de dames Lasje, Ramerman en Snijder te benoemen tot commissie. Bent u daarmee eens? Dan is dat besluit nu genomen. Dan ga ik nu u de ruimte geven voor het stellen van vragen. Heeft u nog behoefte aan vragen? Niet? Meneer Royakkers? Ik weet niet of dat vertrouwelijk was, maar het viel mij op dat in de cv's ook de woonplaats niet werd benoemd van die mensen. Leeftijd niet en woonplaats ook niet. Vond ik een beetje raar. Oké, daar kan ik u geen antwoord op geven. Leeftijd wel, want dat doen we tegenwoordig niet meer. En woonplaats, daar is volgens mij geen formele reden voor, dus dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. Maar dit is in ieder geval in de buurt, dat kan ik u vertellen. Dat is in de buurt. Ja, hij werkt in ieder geval bij de oversteek. Dus ik kan het u niet vertellen. Ik weet het gewoon niet. Heeft u behoefte eraan? Dan zorg ik dat dat nakomt. En dan doe ik die toezegging. Mag ik schorsen voor de stemming? Zijn er nog behoefte aan opinies? Nee? Mag ik schorsen voor de stemming? Ja? Schors ik voor de stemming. Ga ik naar agenda punt 16. Vaststellen besluitenlijsten 30 oktober 2017. Het gaat om 2 besluitenlijsten. Openbaar deel en besloten deel. Gaat u akkoord? En als we het over het besloten deel iets moeten hebben, moeten we schorsen. Dat weet u. Gaat u akkoord? Kan ik ze vaststellen, die 2? Dat is gebeurd. Dan ga ik naar de ingekomen stukken. Ook hier weer openbare lijst van ingekomen stukken. En wij hebben hier optimistisch bij staan, geen bijzonderheden. En de lijst van mededelingen wel een bijzonderheid. Meneer Wildvank. Ja, nou een bijzonderheid is misschien wat overdreven. Maar ik zou een korte opmerking willen maken op 1 stuk van de lijst van mededelingen. Dat gaat over het rapport van de Ombudscommissie Sociaal Domein. En de opmerking die ik daarover zou willen maken is dat wij, dan moet ik hem er even bij pakken. Dat wij op zich blij zijn met deze rapportage, maar dat we ook in het stuk een paar keer teruglezen dat nu verlengd is, dat we vorig jaar verlengd hebben met 1 januari 2019, ik weet het is nog eentje in de toekomst. Wij willen nu alvast opmerken en onderstrepen dat wij het belang inzien van een verlenging ook na 1 januari 2019. Okay. Dank u wel, dat is gehoord. En zal terugkomen in het verslag van deze vergadering. Nog andere? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Eén onderwerp gaat over ingekomen stuk rondom de regio Zwolle en de positie van Dalfsen daarin. Waarvoor dank voor dat stuk. En we hebben ook gelezen dat dat verder wordt uitgewerkt de komende tijd. We zouden ervoor willen pleiten om het ook vooral smart te maken als het gaat over van wat levert dat nou op? Wat levert dit nou echt voor kansen op? Wat levert dit voor bijdrage op voor de gemeente Dalfsen? En dat zal ongetwijfeld wederkerig zijn. Maar dat we toch ook iets helderder in beeld hebben wat de voordelen voor de gemeente zijn. Dank u wel. Ja, ook dat is gehoord. En overigens naar aanleiding daarvan, we zijn voornemens om dat stuk ook mee te geven aan de nieuwe raad. Zodat dat ook betrokken kan worden in eventueel raadsdocumenten of coalitiebesprekingen. En, dus in die zin is de timing ook daarop gericht. En uw punt is gehoord. Nog andere? Nee? Mag ik dan agenda punt 17 ook afhameren? Dan is nu toch even ter overdenking. Is de vraag interessant om voor jezelf te beoordelen, was het nu, wat is erger, dat de oude wethouder het stuk niet heeft verdedigd? Weegt dat op tegen het voordeel dat de nieuwe wethouder tenminste heel goed op de hoogte is van uw stellingname met betrekking tot het onderwerp? En in het kader van het belang van continuïteit zou ik zeggen dat laatste is beduidend veel belangrijker dan dat eerste. En daarom roep ik u ook op om komende donderdag naar de extra raadsvergadering te komen, zodat we die nieuwe wethouder ook kunnen installeren en onmiddellijk aan het werk kunnen zetten. Ik dank u voor uw inbreng en ik sluit de vergadering. Als u daarmee akkoord gaat, dan is de agenda
vastgesteld. Benoeming van de heer Schuurman tot wethouder. En dit voorstel dat komt rechtstreeks in de raad met het vertrek van wethouder Agricola per 1 december, voor alle duidelijkheid. Wethouder Agricola is nog steeds in charge, volledig, als, ook als loco-burgemeester en ondanks het feit dat we afgelopen vrijdag van hem afscheid hebben genomen, hem toch desondanks de afgelopen dagen meerdere malen in het pand kunnen waarnemen. Maar hij is dus ook nog steeds in functie tot 1 december. De heer Schuurman heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. Hij is ook de enige kandidaat. We hebben de afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering besloten om een commissie in te stellen voor het onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer Schuurman om te kijken of hij aan de door de raad gestelde eisen voldoet. En die commissie bestond en bestaat nog steeds uit de dames Lasje, Rameman en Snijder. En, het zal u niet verbazen, maar de commissie heeft zijn werk al gedaan voor het onderzoek naar de geloofsbrieven. En ik geef heel graag het woord aan mevrouw Snijder als voorzitter van de commissie. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega raadsleden, de commissie uit de Raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de gemeentewet gevorderde stukken, ingezonden door de heer A. Schuurman, André, geboren op 17 april 1970, rapporteert de Raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaat aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet en daarmee benoembaar is als wethouder van de gemeente Dalfsen. Dank u wel, mevrouw Snijder. De stemming moet schriftelijk. En omdat het hier gaat om een benoeming. En dat betekent dat de stemcommissie dadelijk met het griffier meegaat. Als u allemaal het briefje hebt ingevuld. En dan ga ik de vergadering schorsen. Maar voordat ik de vergadering ga schorsen, en kijk u allemaal aan. Maar in gedachten heb ik de heer Schuurman eerlijk gezegd, maar ik kijk u aan. U weet dat u de plicht heeft om te stemmen. En we hebben die discussie vaak met elkaar gevoerd. Soms is dat ingewikkeld om te stemmen, omdat je je op een bepaalde manier betrokken voelt bij een onderwerp. Maar in de gemeentewet staat nadrukkelijk de stemplicht omschreven. En ik zeg dat ook tegen de heer Schuurman. Mocht hij door misplaatste bescheidenheid menen dat hij niet op zichzelf kan stemmen, dan handelt hij tegen de geest en de letter van de wet in. Niet dat wij er ooit achter kunnen komen, want de stemming is natuurlijk anoniem. Beschouw het gewoon als een wijs woord voorafgaand. Ja, dank u wel. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. Agenda punt 4, of in ieder geval het volgende punt. Het betreft de toelating van de heer Westerman als lid van de gemeenteraad. Ik heb als voorzitter van het stembureau direct na de benoeming van de heer Schuurman de heer Westerman uit Nieuw-Leuzen benoemd per 1 december. De commissie voor de geloofsbrieven heeft ook nu haar werk alweer gedaan. Dit werkt dus iets anders. Het is niet zo dat de raad stemt over de toelating van de heer Westerman. De toelating van de heer Westerman is vanzelfsprekend gegeven de verkiezingsuitslag toen nog tijd. En op grond daarvan was hij gewoon gerechtigd om deze plek in te nemen. Maar het is wel zo dat we de geloofsbrief moeten toetsen, dus ik geef opnieuw het woord aan mevrouw Snijder. Dank u. De commissie uit de Raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Westerman, Aalt, geboren op 28 juni 1946, benoemd tot lid van de Raad van de gemeente Dalfsen, rapporteert de Raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de Raad van de gemeente Dalfsen per 1 december 2017. Dank u wel, mevrouw Snijder. Dus dat betekent dat ik hem heb benoemd, maar dat u nu moet besluiten om hem tot uw midden toe te laten. En dat is de vraag die ik aan u stel. Wie van u gaat akkoord met de toelating van de heer Aalt Westerman als lid van de gemeenteraad van Dalfsen? En dat doet u allemaal, dat is met algemene stemmen. Dan is daarmee de toelating een feit. En ga ik terug naar het spreekgestoelte en vraag ik de heer Westerman om bij me te komen om de verklaring en belofte af te leggen. Meneer Westerman, ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks nog, neem me niet kwalijk. Ja, ik begin opnieuw. En, nou ja, wie weet. Ik begin opnieuw. Meneer Westerman,
Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Fijn, dank u wel. Welkom in ons midden. En dames en heren, met het afleggen van de verklaring en belofte is het niet alleen maar zo dat de heer Schuurman en de heer Westerman benoemd zijn dan wel toegelaten, maar is het ook gelijktijdig zo dat zij zich hebben verplicht om te handelen in het algemeen belang en daarbij onafhankelijk en autonoom hun eigen afwegingen te maken, iedere keer weer opnieuw. En ik wens hen beiden daarbij heel veel succes, heel veel wijsheid en ik wens hen ook heel veel collegialiteit toe. En daarmee sluit ik de vergadering. En buiten de orde, u bent van harte uitgenodigd voor een petit four, staat hier op papier, ik heb geen idee wat het is, een kopje koffie en om elkaar te feliciteren. Dank u wel.